NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda nu is NAKPRAAT. Kijk, ik moet hem even stemmen, Marcel. Ja, maar Juri is er weer niet. Nee. Waar is die? Juri ligt in de keukens. Oh, die ligt nog steeds op bed? Ja, deel 2 in de keukens. Juri de Nee, nee, nee. nee. Deel 2? Ja, nee, de laatste week. Oh, de laatste week. Ja. Oh, de laatste week kreukels. Ja. Ah, Juri, beterschap, jongen. Jawel. We zijn bijna compleet, behalve Juri dan. En Leon. Even strijken, Juri. Zo. Ja, ja, ja. Hé, hey, Leon. Goeien dan ben je in de ontbijt op. Ja. Wordt allemaal bediend door onze trouwe producer Peli. Met dan Capeli. We zitten gewoon op tijd klaar, hè? Ja. Ik heb trouwens de galm aan, doe ik even uit. Want het is galm meteen. Hit Radio, Breda nu. Ja, Hit Radio. Hallo. De beste hitmix. Speciaal voor Hein. Nee, nou stop voor de beetje. Sorry, we zullen weer draaien voor hem. Ja. We gaan weer, zullen de tune een keer voor hem helemaal draaien. Ja. Stil, dat we zelf stil zijn. Ja. Dan wordt Breda nu voor een dagje Tune Radio. Tune Radio. We kunnen daar, Hein, luisteren. We hebben zometeen dat bedje waar je niet leuk vindt. Dan kunnen we een keer draaien voor jou als artiest van de maand. Het heet Another Life. Instrumentaal. Dan kun je het opnemen. Is dat niet leuk? Zet het cassettebandje van. Zet de cassetterecorder maar aan, Hein. Zo, we hebben ook een. Hoe was je week, Marcel? Ja, maar ik was ook wel bij een draaiboek, maar dat hebben we sowieso. We zitten in de flow, hè? We zitten in de serie. Hè? We hebben 3 keer achter elkaar gewonnen. Wat zou Tom Lokhoff zeggen? Dat is een goede serie. Ja, dat is een goede serie. Een serie. Er moet wel even bij worden vermeld dat het 3 jongteams zijn. Ja. Dus dat brengt het gelijk weer. Er waren jaren bij. Nou. Ja, dat is waar. Dat klopt. Iemand heeft ooit eens een keer deze week de statistiek opgezocht dat wij voor het eerst sinds 2020 van Jong Ajax hebben gewonnen of zo bij een uitwedstrijd. Maar zo'n 4 jaar geleden, jongens. Maar, die 3 overwinningen tegen jongteams, de komende weken blijkt pas wat die waard zijn. Hè? Juist. Als je de komende 3 weken verliest, dan is het gewoon helemaal geen ene fluit waard. Hè? Nee. Want dan komen het echte testen. Hè? Ja, want dan komen de betere clubs, hè? VVV en met name Roda en in iets mindere mate MVV. Ja. Ja, maar dan heb je serieuze, die jonge gasten. Dat zijn serieuze. Ja, die jonge gasten kunnen ineens uit de band springen, maar je weet nooit, hè? Nee, dat klopt. Oh, Marcel. Ik zie wel het lampje van Joep. Ja, wacht. Oh ja. Ben ik in beeld? Nu weer even in beeld. Ja? Daar gaat hij. Daar gaat hij, het lampje van Joep. Joep, je lampje staat weer aan, jongens. Ja, luister. NAK heeft gewonnen. Ja, altijd als NAK wint, dan gaat het Joep-lampje aan. Ja, het Joep-lampje. Het cadeautje van Joep, die helaas moest stoppen met zijn prachtige programma Na Ons. We missen hem nog altijd. Absoluut. Maar het lampje staat er dan en het gaat aan bij een overwinning van NAK. Juist. Dus, we hopen dat het nog vaak aangaat. Zo is het. We hebben er iets te weinig aan hoeven zetten soms. Maar nu ineens 3 keer achter elkaar. Hey, 3 keer achter elkaar. Zo, hey, hallo. Hey, die energierekening bij Breda nu schiet hem ook. Ik denk dat we dadelijk van de zender worden gehaald. Ja, dat is niet betaald. NAK wordt te duur voor Breda nu. Zo, we hebben een draaiboek, want de printer werkt ook weer. Ja. We gaan uiteraard terugkijken op de overwinning op Jong Ajax. Ja. Afgelopen vrijdag. Toon Gerbrands heeft wel wat gezegd. En die man weet niet wat hij roept. Die zegt veel te veel. Ja, die zegt veel te veel. Die moest gewoon maar minder zeggen. Ja. En minder te zeggen hebben. Ook dat. Ja. Maar daar gaan we straks uitgebreid over hebben. We hebben de Grabbelton. Ja. Met erin de jeugd. Onder andere. Ja, die jeugd weer met een paar leuke sportparken. En we gaan... Jij zegt het alweer, hè? Weer wat pareltjes, hoor. Ja, er zitten weer een paar pareltjes. Dat is even name-dropping, mensen. Er zitten weer een paar parels tussen waar je denkt van... God, wie heeft dat ooit toch verzonnen? Nou. Wie heeft die prijsvraag gewonnen? Hadden we die niet op de rad kunnen zetten, zo'n prijsvraag? Verzin een leuk sportcomplex. Heeft u ook thuis een sportcomplex? Ja, inderdaad. En we gaan vooruitkijken naar de kraker van morgen, nou, NAK, VVV. De Vlaaien Club. Voetbalvereniging Venlo. Heet dat de Venloze Voetbalvereniging Venlo? Oh ja, Venloze Voetbalvereniging Venlo. Ja. Zo was het. Inderdaad, dat is voor betaald. Hè, ja. Dat is ook een tegenstander die ik altijd niet zo graag zie komen. Hè. Dat is een historisch, hè? Ja, ik kan alvast verklappen. Dat vind ik een moeilijk tegenstander. Dat is altijd wel lastig. Beetje onberekenbaar. Onberekenbaar, onvoorspelbaar. Ja, onvoorspelbaar. Klopt. Dan kun je ook gewoon met 3-0 van winnen. Ja. Maar dan kun je ook gewoon met 2-0 van verliezen. Het gaat erom spannen, want die gasten staan 9. Ja, dat bedoel ik. En volgens mij zijn die in mindere vorm dan wij. Nou, die hebben wel de laatste wedstrijd gewonnen. Maar die spelen gelijk en verliezen meer dan dat ze winnen. Dus, het is wel een concurrent van ons, hè? Ja, dat is zo'n bijna 6 punten potje. Ja, dat is als wij die
gewoon winnen morgen, dan zijn wij gewoon los. Hè? Dan zitten we eindelijk bij de top 6, 5. Dan zitten we echt naar de top. Top 7, want top 6 is niet haalbaar. Nee. Want dat is Groningen. En die is gewoon 5, 6 punten voor. Ja, die staan 5, 6 punten. Ah, daar houden we nog wel in. Ja. Maar je kunt VVV wel even een setje naar beneden geven. Ja, daar zijn we daar vanaf. Ja, dat is al 1. Dus daar blijft er wel meer over. Maar dan... Maar dat allemaal veel verderop in dit programma. Ja. We gaan eerst maar eens even Artiest van de Maand weer draaien. En ja, vorige maand hadden we Artiest, die vond ik dat wel leuk. Maar ja, jij minder. Nou ja, ook wel. Nee. Die was wel niet met unaniem, maar deze is wel unaniem. Nee, ja, deze vind ik geweldig. Daar konden we niet omheen. Nee. Grote verbazing dat die nog geen Artiest van de Maand is geweest. Nee. En ik zeg altijd maar weer, pak je gitaar. Ja, vooral een ouwe. Pak een ouwe, want hij mag kapot met de Hoe mensen. You better, you bet. Op Breda nu. Zou het zeggen, mensen. Ja, we moesten even opzoeken, maar ik wist het wel. Roger Daltrey, de zanger, hè? Ja, van de fantastisch, die is echt fantastisch. En Pete Townsend. En Pete Townsend, nog. Ja. Die, er zijn een paar anderen dood. Ja, de drummer is dood. Ja, die was al 1978 al dood. Ja, dat klopt. Dus drumde wat hard. Was dat Keith Moon of niet? Ja, Keith Moon. Oh, dat was Keith Moon, ja. Dat was een accidental overdose. Ja, accidental. De laatste... die had wel medicijntjes tegen alcoholisme. Ja, zo, ja. Die moet je niet was, innemen als je dronken bent. Dat was geen paracetamol. Nee. Oh, en misschien heel een pakje of zo. Maar het mooie is dat de laatste keer dat ik de Hoe zag, was een paar jaar geleden in Amsterdam. Ja, je hebt toen, hem wel gezien, hè? Ja, ik heb de Hoe gezien. Toen drumde de zoon van Keith Moon. Oh, oké. En dat vind ik dan wel weer mooi. Ja, daar ben ik echt jaloers op. Ja. Waar heb je die echt gezien, Marcel? Ik heb de Hoe één keer gezien. Waar heb je die? In de Ziggo? In de Ziggo Dome. Ja, dat is een legendarisch concert. Ging je de gitaar kapot of gaat het wat rustiger allemaal? Nee, het gaat... Daar zit, je voelt wel dat... Die energie. Maar ze laten wel alles heel. Ja. Maar ze hebben wel die god, die drive, jongen. Dat, blijft gewoon nog steeds. Maar die mannen zijn allemaal 80 onder. Ja, nou, die zijn ergens in de 70, 80 jaar. Oh ja, reken maar. Ja. En ik vind ze ook heel eerlijk, want ze zeggen van ja, we maken gebruik van achtergrondzangeressen. Ja, die nootjes doen we niet meer. Nee, die kunnen niet meer bij. Die halen ze ook niet meer. Maar die halen ook niet meer. Nee, ja. maar die zangeressen helpen wel mee om het de boel een beetje recht te trekken. Ja, dat is mooi, want dat doen Rolling Stones ook, hè? Ja, maar het klinkt wel heel goed. Ja, die hebben er allemaal over nagedacht, hè? Ja. Ja. En de hele bak vol, hè, denk ik. Ja, het staat ramvol. Ja, dat denk ik ook wel. Mooi, hoor. De Hoe. Ja. We gaan nog een paar platen van ze draaien. We hebben nu 3 keer, hè? Oh, nee, nog 2. Even nadenken. Het is nu 14 maart. Nog 2 keer. Ja. Nee, wat rekenen. We kunnen natuurlijk april ook doen. Ja. Maar we hebben wel een hele lijst doen met dingen die we willen doen. Dus, het nadeel van de Hoe is dat ze alleen maar goede nummers hebben. We hebben daar wel heel veel dingen van. Ik heb erop zitten vloeken, Die hebben dus geen slechte nummers gemaakt. Alleen maar goede nummers. Alleen maar goede nummers. Maar je had nog een suggestie. Je had nog een suggestie. Ja, maar die duurt heel lang. Ja, maar dit doen we een keer apart. Nou, ik heb hier een heel suggestie op de voorpagina staan. Een stuk of 19. Maar de Overture van Tommy. Dat is een instrumentaal nummer. Nou, dat is fantastisch. Die kan ik gewoon als bedje draaien. Nee, dat doen we niet. Ja, dat zou Hein leuk vinden. Voor Hein. Ik heb nou een bedje voor Hein. Henkje. Oh. We maken er gewoon een item van. Ja, dan verzinnen we te plekken. Goede wedstrijd, mensen. Ja. Jong Ajax tegen op het prachtige De Toekomst. Nou, jongen. Ik had weer een kushokje. De enige reden waarom dat ik eigenlijk ben gegaan... Want ik was echt al bijna... Ik moet echt mijn motivatie bij mijn benen rapen om nog naar een uitzending te gaan. Dat je tenen. Ja, echt uit mijn tenen komen. Maar dat was het eerbetoon aan Kees Rijvers. Ja, was wel heel mooi, vond ik. Ja. Hoewel, nee, heel Nederland. Spannend vond ik. Oh, ja, spannend. Echt heel mooi. Dan had nog wat voeten in aarde om die binnen te krijgen. Want die had ik afgelopen week gemaakt, dat spandoek. En keurig werd het aangemeld via NAC en zo. Dat is allemaal goed gegaan. NAC heeft het weer bij Ajax aangemeld. Nou ja, dan moet het tegenwoordig ook allemaal bij Jong Ajax. Want ja, er zal op de toekomst op dat trainingscomplex zal er... kunnen zo waar spandoeken in één keer in de fik vliegen natuurlijk. Hè, want dat is natuurlijk zo'n heel... Levensgevaarlijk complex waar een hele grote brandgevaarlijkheid is daar. Ja. Dus die moeten ook allemaal geïmpregneerd zijn. Certificaten erbij en noem maar op. En...
De indrievoud. Ja, dus nou ja, we brengen zo die kist met spandoeken mee. En iedereen wordt gefouilleerd, hè, want iedereen wordt ondersteboven gekeerd. Nou, die kist, nou ja, daar hebben ze niet eens naar gekeken in eerste instantie. Nou ja, oké, we lopen dan door. Prima, want ze staan dan, er staan er dan 15 stewards van Ajax staan daar zo. En dan staan er 14 uit de neus te eten en zo. En eentje doet dan fouilleren. En toevallig hadden ze dan niet in de kist gekeken. Nou, wij lopen daar 300 meter verder naar het terrein toe. Hè, want die controlecheck daar is vooraan, vlak bij de parking. En kwam ze achter ons aanrennen. Meneer. Kist. Helemaal buiten adem. Wij moeten hem controleren. Nou ja, kijk maar dan. Ja, het is allemaal aangemeld, zo goed. Nee, dat kan niet hier. Dan moet dan weer helemaal bij de ingang. Dus wij als iets van, ja, nou, hier is de kist. Wat een onzin. Neem me mee. Dan gaan jullie hem lopen, maar wij gaan niet meer teruglopen. Zoek maar uit. Dus nou ja, met z'n twee van die jonge knapen. Die moesten dan, die staan dan allemaal, die staan dan volgens mij allemaal punten te verdienen. Om bij het grote Ajax in de arena mee. Dan moeten ze zich daar zo braaf mogelijk, jezus, precies volgens de protocolletjes. Dat ze, ja, die mogen dan zelf niet meer nadenken. Hè? Die mogen zelf geen. Die hebben een heel ja-nee schemaatje nodig om te beslissen wat ze mogen doen. Die mogen niet meer zelf nadenken, zeg maar. En dus ja, dat moet dan onder het oog van een bepaalde camera. Weet je wel. Dat wordt allemaal ook opgenomen. Ja, dat moet dan allemaal opgenomen worden en zo. Ja, als ze ervan afwijken, dan mogen ze nooit meer bij de arena ingezet worden. Zo. Dat is erg zeggen. Ja, geen idee. Ik denk dat dat de enige reden is. Ja, dat kan wel zoiets zijn. Normaal denk ik, mensen doet dat doet niet zo. Nou ja, uiteindelijk is dat dan allemaal dagen met een hoop gedoe. En dit doek. Ja, dus dan moeten we even goed bekijken. Of dat dan onder. Of kijk, dan het doek van Kees Rijvers werd er nog eens eventjes uitgerold en zo. Dan werd een certificaatje bijgezocht. En even kijken of dat er ook echt Kees Rijvers op stond. Of dat er niet een of andere terminale ziekte op stond of zo. Boe Ajax. Cursief eronder zo. Bestuur tegen de muur en zo. Bestuur tegen de muur. Maar hij mocht uiteindelijk toch binnen. Maar vervolgens zijn we binnen. En dan natuurlijk, je hebt alleen maar klote plekken om daar uiteindelijk je spandoek op te hangen. Dus als je daar op de aangewezen plekken de spandoek ophangt, ja, dan kijk je nog eens door tralies, wat zo 3 centimeter uit elkaar zit, zeg maar. Dus uiteindelijk zie je bij zo'n eerbetoon, zou je dat spandoek niet hebben gezien. Dus wat we nou wilden, is het voor de eerste, voor de openingsfase van de wedstrijd, in ieder geval tijdens de eerste 1 minuut stilte, is dat doek vooraan, echt aan het veldkant. En dan niet eens over de reclameborden, maar over het tralies wat echt op 3 meter hoogte hangt. En om daar overheen te draperen, dat in ieder geval strak hangen. En dan mag ook niemand, dan kwam er ook een die dapperen van, nee, maar dat mag niet. Ik zei, ja, wacht nou even gewoon. Laat gewoon even 5 minuten en dan heb je het probleem meer. Nee, maar het mag niet. Ja, ik weet dat het niet mag. Dat heb je nou al 35 keer gezegd. Maar over 5 minuten, over 3 minuten heb je dit probleem al helemaal niet meer. Dus doe gewoon even zo. Ga gewoon even net doen alsof je druk bent. Met je oortjes. Kijk even de andere kant uit. Druk met je oortje zo. Doe even druk. Ga even 3 minuten daar druk doen. En over 3 minuten, als je terug bent, ben je er helemaal af. Nou, volgens mij heeft hij dat ook gedaan. Dus op die manier kon je dat 3 minuten hebben wij ook het tussenhek ook dicht gedaan. Dat ze er ook niet echt meer goed bij konden. Dat ze nog eventjes een minuutje bezig waren om het hek weer open te doen. Ja, volgend jaar nemen we een slot mee, hè? Zelf een slot. Ja, dan doen we gewoon dat zo'n hangslot. Zelf een hangslot. Dat brengt de paniek uit. Dan kunnen ze niet meer naar binnen. Nee, dan kan iemand niet meer binnen. Dan moesten ze weer naar het hoofdkantoor in Amstelveen bellen. Van ja, wie heeft nou de sleutel? Dus volgend jaar nemen we een hangslot mee. Die schrijf even op, jongens. Dan knippen wij dit eruit als ze dit allemaal niet doen. Nee, we knippen allemaal eruit. Het is allemaal niet live. Weet je overigens wie ik tegenkwam bij de parking? Ja, geen idee. De broer van Martijn Reuzer. Oh, Martijn Reuzer. Dat zijn ze toch allemaal? Ja. De broer. Die vroeg of wij kwamen zingen. Of voetbal kijken. Ja. Zingen. Ja, nee, in Witters Ziggo Dome. Ja, we komen natuurlijk niet voor de voetbal. We komen voor de sfeer. Ja, was het André Hazes zingen? Hoe heet dat dan? Nederlands mannenkoor. Zingt Hazes. Ja, André, heel Holland zingt Hazes, ja. Moest je daar naartoe? Ja, zonder Roxanne, want die was in een mes in Breda. Oh, ja, dat weet ik niet. Ja, toch? Ja? Ja, ik zou dat zo. Heel Holland zingt Hazes, Balvaas. Ja, want die stond in Breda. Nee, die kwam waar net vandaan. Martijn Reuzer bij Bavel, uit Bavel. Ja, Martijn Reuzer. Maar ik had het over Kees Rijvers net. Terwijl dus Minuut Zilte, die was dus net bezig. En het doek op aan het hek, dat wapperde nog net na. En al ik toemult van, nou mag hij hangen. Hij mocht eigenlijk niet hangen daar. Maar het inderdaad had wel, wat we op de raad Twitter zeiden, dat wat onderhandelingen en onderhandelingsrondes nodig. Voeten in aarde om dat allemaal zo te doen. Je moet het afdwingen. Het is eigenlijk raar dat we dat allemaal zo met zoveel moeten afdwingen. Ja, ongelooflijk. Maar het was in
ieder geval in het heel Nederland. Elk veld van het betaald voetbal werd met veel respect een minuut stilte in acht genomen. Wat ik wel heel jammer vond, was dat in de aankondiging van de minuut stilte werd niet even vermeld dat Kees Ravens ook bij NAC had gezeten. Dat werd gewoon niet verteld. Nee. Oh. Nee. Daar ben ik wel te veel nakker Bredana voor misschien. En daar ben ik er heel trots op. Ja. Maar ik vind wel even dat je het kunt vermelden. Ja, misschien waren ze in Amsterdam een beetje verzuurd over dat ze een keer een Nederlandse voetbalgrootheid niet bij Ajax heeft gespeeld. Dat ze dat niet wilden benoemen, zeg maar. Ja, klopt. Maar in ieder geval vooral heel veel ook voor het ontstaan van de Eredivisie heeft betekend en zo. Dus ze hebben het een beetje wat breder getrokken. Maar er was natuurlijk familie op de tribune. Waaronder zijn dochter en zijn kleinzoon Mirjan en Willem. En uiteraard zijn die er morgen ook weer, morgenavond. Ah, ja. En natuurlijk NAC in samenwerking met NAC en familie en de betrokken supportersgroeperingen zoals Locus en Museum. Zal er ook morgenavond ook weer een goed aandacht aan worden geschonken. Doen we het op een andere manier. Geen minuut stilte. Goed, want zo. Ook de nabestaanden, de familie, zijn ook een beetje... Hè, we zijn nu alle minuut stilte toch wel... nou gewoon eventjes een applaus eerbetoon. Dat lijkt me meer dan terecht. Want die man verdient echt een applaus. Ja, inderdaad. En dat NAC toont dan in de... Niet in de 26 minuut, maar in de minuut 26. Hè? Dus als er op de klok staat minuut 26. Dus niet de 26e minuut, want we beginnen van de 25e minuut al te klappen. Hè? De minuut 25. Maar de minuut 26, zodra er minuut 26 op de klok staat... Dan komt de foto in beeld en dan willen we eigenlijk met het hele stadion een applausbetoon aan Kees Rijvers brengen. Om zo in ieder geval in het echt Breda's een laatste groet aan deze Breda's voetbalgrootheid te brengen. Absoluut. Dus, mooi. Ja. Ja. Mooi toch bijna 98. Hij was 98 of nog net niet? 97. Ja, hij was eigenlijk van 26. Ja. Dus dat is 26, hij is van bijna 26 vanwege zijn geboortejaar 1926. Had ook 97 kunnen doen. Maar de kans dat we de minuut 97 halen... Nee, maar als hij dan afspreken. Maar als hij dan maar 5 minuten blessure bij trekt, dan halen we dat niet. Ja, nee, moeten we bekers op het veld gaan gooien. Dan lukt het. 97 stuks. Nou, dat was binnenkomen en het aandenken of de eerbetoon aan Kees Rijvers. Ja. Ja. En dan de wedstrijd. Kom, we aanvangen. Nou ja, de wedstrijd. Het begint een beetje eentonig te worden. Uh-huh. Want de eerste helft, aan de NAC-zijde valt er regelmatig weinig tot helemaal niets te beleven. Hm. Het is allemaal heel steriel. Balletje breed, balletje terug. Met als absolute uitblinker in balletje breed en terug Martina. Ja. Ja, die is echt... ik weet niet wat daarmee gebeurd is, maar die... die durft helemaal niks meer, hè? Nee, die is ook heel voorzichtig. Die is heel is die voorzichtig. Die bang geworden. Ja, daar lijkt er wel op. Jan van den Berg, die gaat nog wel eens opbouwen. En die gaat nog wel eens op middenveld lekker in. En die probeert hem wel eens een lange paas te geven. Maar dat kan hij ook wel, hè? Dat kan hij ook wel. Maar Martina... Wilde die misschien de aandacht afleiden van Staring of zo? Ja. Want die is ineens... Staring stond op. Ja, dat is een beetje de grote held, hè? Nou, Staring was niet... Hij stond op, maar bijna dan. Goede tweede helft staat hij. De eerste helft niet, joh. Want de eerste helft vond ik iedereen slecht. Behalve onze keeper. Ja. Kortsmit, want die hield NAC wel een paar keer goed op de been. Hoor. Die had in de waarderingen, zeg maar, had hij een 8,3 geloof maar dat ik. De hoogste notering van de NAC-speler afgelopen wedstrijd. Stond gewoon goed te keepen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En de tweede helft, dan uit het niets scoort Omarsson. Ja. En daaraan kun je zien dat daar gewoon een hele goede voetballer is. Ja. Die kan dus zelf iets creëren. Ja, dus ik zou hem wat vaker in de combinatie laten voetballen. Maar goed, omdat die jongen daar gewoon heel goed in is. Ja, je zei het, hè. Ook Omarsson, die miste wat kansjes. Ja, maar... Hij komt er weer aan, hè? Hij komt er weer aan. Hij is nog niet helemaal de oude. Nee, maar... FC Emmen was zijn laatste... Als hij in de play-offs de oude is, dan vind ik het goed. Ja, als hij je piekt op het juiste moment. Dat duurt nog een paar weken. Ja, dus, twee maanden bijna wel. Dus dan moeten we even doorbouwen. Dat er nieuwe blessures komen. Ik zag allemaal in de kranten staan. Dan NAC eigenlijk zo goed als zeker in play-offs. Hoe staat de krant nou alweer zo voor? Ja, dat is niet waar. Maar kunnen we zo uitduiken. Ja, voor mij ook. Drie keer verliezen, hè. En wat niet ondenkbaar is. Dat kan allemaal zo gebeuren. En VVV staat weer boven je en zo. Ja, je moet nog niet allemaal... Maar je weet hoe de krant is, hè. Ja. Dus de ene keer heb je weer de superlatieve la wordt meteen opengetrokken. En een week later is weer helemaal niks. Ja, die superlatieven zijn ze goed in, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Dat is gewoon, sorry dat ik het zeg. Ze zijn allemaal gewoon trucjes, hè, om te schrijven. Dat kan ik ook, hè. Ja, ze moeten elkaar ook allemaal overbieden. Overbieden, ja. Dat is helemaal superlatiever dan jij. Zeg maar. Het is vooral... Het verhaal NAC... voetbalpoëtischer zijn dan jij. Het verhaal NAC in stand houden, hè? Ja.
Ja, dat is ook wel... Ja, oké, maar dat kun je toch op andere manier ook doen? Ja, ik vind dat niet journalistiek. Nee, dat is gewoon de verkoopcijfers van de stem omhoog knallen. Maar die, dat zal dat heeft met journalistiek helemaal niks te maken. Nee, weinig vind ik ook niet zo. Ja, je moet wel een beetje... Want dat doen wij eigenlijk ook niet. Wij zitten niet heel de tijd hier Rosanna te roepen. Nee. En ook nou, dat is weer leuk. Ik vind het leuk, hè? Dat nou een mooie 9 punten in die wedstrijd. Ja, het is inderdaad leuk. Maar, ik al er zei, zijn ook heel veel punten te verbeteren. Wat is het waard? Het zijn wel 3 jong teams, hè? Ja, maar dan moet je wel heel goed realiseren. Ja, klopt, maar daar kun je ook zo van verliezen. Want vorig jaar verloren we thuis van Jong Ajax. Ja, maar de komende 3 wedstrijden... Dat is cruciaal. Is cruciaal. Ja, 3 wedstrijden tegen VVV, de Roda en wat hebben we nog meer? MVV. MVV. Allemaal Limburgse tegenstanders. Alle Limburg. We doen een Limburg toe. De Vlaaien. Ja. En het is allemaal... Nee, 1 uit en 2 thuis. Hè. Ja. Ja. Oh, hoe is het trouwens met de 4e periode afgelopen? Oh jee. Ja, oh jee. Groningen had gewonnen. Oh, en wij ergens middenmootje of zo. Wij mogen we niet mee. Het is wel jammer dat die laatste 3 overwinningen op een rij... telt dan toch niet voldoende mee? Negende. Zo goed eigenlijk. De periode waren we 9e. Ja, toch. We waren toch wel heel slecht bezig. Alsof het niks is. Maar morgen beginnen pas weer aan de 4e periode. De 4e periode. Makken in ieder geval. Maar goed, als we een beetje blijven doordraaien zoals nu... dan zal het waarschijnlijk wel goed komen met de na-competitie. Hoop ik. Ja. Maar je weet het bij NAC nooit. Ik kan het zeggen, het is geen, geen garantie ook. Wat vinden van Lucassen? Die vind ik bijzonder meevallen de laatste tijd. Lucassen is... ons dravertje. Had er een beetje de wind onder nou. Hè? Ja, dat klopt. Hij heeft wel een goede portie inzet en hij vreet het gras op. Maar dat doet hij altijd. Vind ik. Ja. Hoewel ik Koscielnik nog steeds een betere voetballer vind. Ja, al voetballer. Ja, klopt. Ja, maar Lucassen voldoet op dit moment. Ja. Ja, maar ik was eigenlijk, denk dit is gewoon uitgerangeerd, maar het valt nee, mee. Nee, dat leek er wel dat op. Leek er wel op, ja. Maar hij heeft zich goed herpakt. Ja hoor, zeker als er gewoon wat strijd nodig is over wat buffelwerk, dan geeft hij dus wel thuis. Dan kun je hem altijd bellen. Ja. Ik kan hem ook bellen, ja. Dan komt hij meteen. Dat is een soldaat. Maar hij scoorde ook vorige week leuk. Dat was thuis. Dat was ook een mooi goaltje toch wel. Ja hoor, zat hij met een zat hij weer ineens. Bep Bakhuis doen. Een Bep Bakhuis goal, dat klopt. Maar ik vind het leuk voor Omerson, want die had gewoon een vorige wedstrijd had kunnen scoren, maar dat lukte allemaal net niet. Maar dat heeft ook wel met die blinde aanvoer te maken, wat jij zegt. Hij mist wel een beetje een Van der Zanden achter hem, hè, nog steeds. Ja, maar hij moet echt blind gaan voelen met iemand. Ja, maar hij kreeg die bal van een CDU en dat is ook wel gelijk een aardige voetballer. Dat is een aardige voetballer, ja. Dus dat is wel een leuke combinatie. Maar ik heb toch liever dat hij iemand dichter bij zich heeft. Ja. Bijvoorbeeld een Janosek. Ja. Ja, precies weer dat. Die moet daar eigenlijk staan, hè? Ik val in herhaling. Wat werd er eigenlijk op de forumavond of van gasten gezegd over Janosek en over zijn rol? Ja, dat hij... het voorstel was dan om Janosek op 10 te zetten. Maar dat vond hij van Gastel niet zo'n goed idee. Omdat hij daar te weinig rendement had. En ik hoorde iemand zeggen van... Janosek, dat zou op het middenveld... Die rendeert het best als er misschien 2 tienen zijn. Of dat hij zelf een 10 is, dat er nog een 10 staat. Absoluut. Ik zou inderdaad Janosek en van de... Omerson naast elkaar laten voetballen. Ja. Ideale combinatie. Ja. Denk ik. Maar goed. Wow. Wie ben ik? Hè? Ja, wie ben ik? Maar ik ben het dan met jou eens. Hij staat veel te veel in de lijn geplakt. Dat denk ik wel, ja. En eigenlijk komt wel eens naar binnen toe. Dat doet hij zelf dan? Dat doet hij zelf, ja. Maar dan loopt hij weer met anderen in de weg. Dus dan moet je eigenlijk die opstelling toch wel eigenlijk aanpassen. Maar ja. Ja, kijk, daar staat nu Omba. Omba ook Omba. Ja, ik vind Omba moet de linie terug. Die kan wel iets terug, ja. Ja, want die heeft een enorm loopvermogen. Die kan alles bestrijken. Dat denk ik wel. En die heeft die ballen, die plakt aan zijn voet. Ja. Maar dat vind ik technisch qua voetbal vind ik die wel een van de beste ook. Ja. Hoe die bal behandelt. Ja, dat is maar echt, voetbalintelligentie heeft Janosek meer. Hoor. Ja, dat klopt wel. Dat is gewoon een ervaring ook. Want Van Gastel zegt wel dat Janosek niet zo'n hoog rendement heeft. Maar dat heeft Omba ook niet. Nee. Nee. Maar wie heeft dat wel bij NAC? Dan moeten we even de scorebord erbij pakken. Maar ik denk dat het een beetje... Nou, dat mag wel hoger, hè, gemiddeld. Ja, Janosek is wel... Topscorer volgens mij. Is die topscorer? Ja, we gaan even Peli aankijken. Er is ook zoveel met die er 11 in zitten, toch? Ja. 11 of 12. Ja. 11, denk ik. Op, en een vrije trap. En een stuk of 7 assist. Ook veel, hè? Dat is wel veel. Hij is ook geselecteerd voor het Tsjechische... Ja, dat is niet voor niks. Want die jongen... In de voorselectie. Wat ik al zei, die jongen aan de bal is hij gewoon hartstikke goed. Ja. Maar zonder bal... Nee, zonder bal... 11. 11 goals. Ja, 11. En zonder bal vind ik hem niet goed. Maar dan moet je daar rekening mee houden. En dan zorg je dat die Omba erachter zit. Maar Omba is wel zonder bal goed. En dat hij de gaten dicht loopt. Ja.
Ja. Maar goed. Ik ben ook heel goed zonder bal. Wij zijn allemaal heel goed zonder bal. Maar beter mag geen bal geven. Met de microfoon ben je heel goed zonder bal. Met bal ben ik even verschrikkelijk. Dat moet maar zijn. Dat is echt niks over. Ja. Oh, we moeten er wel even over Kortsmit hebben. Ja, oh, en toen kwam de vervelende momentje. Ja. Zo. Hij, wat we net zeiden, hij zat zo ontzettend lekker in de wedstrijd. Dat de hoogste score. Totdat hij op zijn schoudertje viel en krak zijn sleutelbeen. Hij kwam verkeerd neer, hè? Inmiddels geopereerd. Die zien we niet meer terug. Dat is een wielrenblessure, hè? Ja. Ja, je zag het gelijk, want hij viel echt ongelukkig. Ja, ja, dat is wel balen, ja. Hè? En, dat is wel balen, vind ik dus ook. Want hij was wel inderdaad in vorm. Ja, inderdaad. En Kortsmit is geen flauwe. Dus we zagen al gelijk van als die blijft liggen, dan is het ook goed mis. Ja. En die ging er ook af. Dat zag de bank ook. Tijn Troost die mocht gelijk gaan warmlopen. Ja, dus morgen staat Tijn Troost in de goal. Onze Tijn, in Tijn biedt rust. Ja. En Tijn, moet ik ook heel leuk zijn, deed niet slecht. Nou ja. Hoe lang moest hij nou meedoen? Een kwartier of zo, hè? Leon. Ja, dat... Even kijken. Ik heb zoiets. We gaan even weer... Eerst eventjes mijn draaiboekje open draaien. Ja. Maar die mocht... Doe je dat nooit open? Nee. Nee. Nee, de tijd doet nooit meer open. Ik heb het thuis natuurlijk al allemaal gelezen. Tot welke minuten zijn... Nou, dan moeten we even gewoon nazoeken, jongens. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar pas op het einde. Ja. Maar hij deed Tijn Troost mee, maar daardoor... ja, Troost is wel... 20 minuten nog meer ruim zelfs. Ja. Best wel lang nog eigenlijk. Ja. Dus dan kun je wel iets vinden van Troost. Nou, ik vond dat hij het helemaal niet onlangs. Ja, dat paar, hij hoefde niet zo heel vaak in actie te komen. Maar nee. Overigens, dat hij strek moest... Nee, dat klopt. Overigens is er een nieuw spreekwoord ontstaan, hè, de tweede helft. Oké. Okay. Vrouwen en staring eerst. Oké, dat wordt een spandoek. Ja, dat wordt een spandoek. Ik nog even spandoek. Maar staring noem je nou ook weer? Ja, of zullen we eerst even over de keeper doorgaan? Oh. Want we hebben ook, ze zijn bezig, of doen we nou dadelijk over de keeper, dat we een transfervrije keeper willen ergens willen halen. Ja. Dat kan, dus doen we dadelijk of doen we dat nu? Oh, dat kunnen we dadelijk ook. Dat doen we dadelijk. Dan gaan we staring doen. Maar staring die stond ineens op uit de dood. Ja. Oh, in de staring. Nee, maar ik vond vorig jaar staring een tijd best aardig voetbal. Staring is een hele goede voetballer. Was echt van, jezus, wat heeft hij nou? Maar dat komt omdat, wat ik vorige keer al vertel, staring niet vergeten, hard te werken. En als je hard werkt, komt daarna het goede voetbal vanzelf wel. Ja, maar ik denk dat hij vol met opdrachten zit die hij precies uitvoert. Dat zou ook kunnen. Dat denk ik dan, hè. En hij heeft heel weinig vertrouwen. En misschien ook heel weinig vertrouwen in zijn medespelers of zo. Ik kan die bal van de voren tikken, maar ze weten toch niet wat ze mee moeten doen of zo. Dat kan, hè. Nou, maar breed. Er zijn heel veel spelers die zoiets hebben van, ik ga maar op safe. Want ik kan die bal daar wel op die vierkante meter leggen, maar dan staan ze toch niet. Ik kan hem wel vertellen dat Omerson, die snapt dat wel. Ja. Overson, die snapt die wel, staat er wel, hè? Ja. En die staat er nou weer in, hè? Dus Staring moet dan iets te veel linies over om Omerson te bereiken. Is goed. Maar hij heeft het. En hij werd uitgefloten vorige week, maar dat werd dus nu helemaal gecompenseerd. Ja, hij moest nu zelfs na de wedstrijd een liedje zingen voor het publiek. Hij moest een liedje zingen. Ja, want hij werd door de selectie naar voren geduwd. Ja. Dat was wel inderdaad, de intentie was al vanuit het publiek van, hey, we moeten staring, we love you staring. En toen moest dat werd opgepikt door de selectie van, hey, nou, Upschup in de kont, hij moest naar voren. Ja. Eventjes werd hij gedirigeerd en er werd wie de goedmachingsgezang werd gemaakt en zo. En, dus staring is de nieuwe Lee. Ja. Hij kreeg een Greg liedje vanuit het uitvak. Ja. Dus, staring wordt nu voortaan op handen gedragen. Ja, hij kreeg iets meer steun dan normaal gesproken van hem verlangd wordt. In ieder geval, hè, dat is daar weer allemaal weer recht getrokken. Ik moet ook zeggen, ik ben er niet bij die. Ik kon niet bij die de vormavond zijn, maar daar heeft volgens mij Van Gastel toch ook wel gewoon iets goeds gezegd over. Wat wij denken over hoe een voetballer in de wedstrijd moet zitten qua mentaal, van hoe weerbaarheid. Van joh, niet zo mouwen, je wordt dus een keer uitgefloten, hoort er gewoon bij. Ja, het is jammer, je moet zeker bij een club als NAC, waar de druk heel hoog is, en waar ze het echt bij NAC, voor NAC standaarden, wordt het vuur ze echt niet aan de schenen gelegd, hoor. De NAC-selectie. Dus we zijn wel eens harder door de molen gehaald en we zijn vrij coulant, zeg maar, als we qua wat we van het team verlangen en veel geduld gehad. En we zien al heel veel ellende door de vingers. Ook door moedeloosheid. Dit gaat toch niks meer worden dit seizoen. We komen wel met 19.000 man. Maar We zien het allemaal wel volgend jaar. Zo, weer een overgangsseizoentje. Maar hier moet je toch ook tegen kunnen. Hè? Moet je zeker tegen kunnen. Hoeven allemaal niet gepamperd te worden. Als je zo allemaal de stoere... Hey, als je gewoon het gras opvreet,
Dan klappen ze al voor, hè? Ja. Dan is het goed. Dan hoef je nog niet eens goed te voetballen. Fout te maken. Ja, precies. Ja, absoluut. Ik bedoel, je ziet als je zo op de Instagram kijkt, dan zitten ze, de gemiddelde voetballer wil allemaal heel stoer overkomen. Van top tot teen onder de tatoeages. En de ruigste rapmuziek eronder. Met geweren en gevaarlijke bodyguards. Ik weet niet wat ze op bling bling 80 kilo van goud aan de lijf hebben hangen. En loop maar een blokje om voor mij. Yeah. Maar ondertussen is dat allemaal façade en blijken ze het allemaal snowflakes te zijn, weet je wel. Daar hebben wij niet zo'n boodschap aan. Dus zo doorheen. Kun je dus ook op een tijd dat wij denken van nu is het nodig, kun je ook gewoon een ruige taal vanaf de tribune verwachten. Ja, dus. En dan is het gewoon, daarna is het gewoon de wedstrijd zoals het nou weer is. Het goed. Dan is het ook weer goed. Het is weer dan over, is weer een boodschapje aangekomen. En is wel aangekomen. Dat denk ik wel. Dan zijn we gewoon weer mannen onder elkaar. Oké, het is weer goed, hè, klaar. Oké, we gaan gewoon weer verder met elkaar. Ja, het zou bij vrouwen wat langer duren. Nee, dan word je negeerd. Dan worden er maar clubjes gemaakt. Je mag niet met die praten, want dan praten wij ook niet meer. Ja, nee, dat gaat jeugd van olifant. Nu krijgen we de hele feministische vrouwenbond over ons heen. Ja, laat maar komen, hoor. Nou, kom maar, hoor. Je kunt ons bereiken via de nakpraat, via Twitter, voorheen X. Ja, geen dickpics graag. Wel andere dingen. Nee. Dus, de wedstrijd, jongens, was dat voldoende nu? Ja, 0-1 in de ze vochten er wel voor om de 0-1 binnen te halen, zeg maar. Ja, om de drie punten binnen te halen. Je weet het dikwijls niet, hè? Nee, 0-1 is niet zoveel, hè? Er kwam nog een balk op de lat. En, er werd overigens, vond ik, wel slecht gecounterd. Want er was af en toe wel een mogelijkheid om goed te counteren, maar die werd dan niet goed uitgespeeld. Ja. Dat vind ik dan wel jammer. Ja. Ja. Maar goed, de drie punten waren het ook binnen. Ja. Dus. En die ging in de tas en van de toekomst snel weer naar... De verwarmde auto winnen, want het was vrij koud. Ja. Zo is het vandaag niet. Heerlijk weer, mensen. Nee, we gaan even over iets anders hebben, want we hebben nog steeds Ome Toon aan boord, mensen. Ja. Bij de nieuwe NAC. We gaan nog een bandje afdraaien. Ja, zal ik de vraag stellen, doe ik eens antwoord. Ja, inderdaad. Want die Toon Gerbrands hebben we. Ja, geleden ook, want het is een beetje jammer dat we dat steeds moeten. Ook vorig jaar hebben we hetzelfde gezegd. Waarom luisteren we nog naar die man? Waarom zijn we nog bij NAC? NAC is Breda bijvoorbeeld. Nog steeds mensen die de mening van deze man nog steeds heel erg hoog in het vaandel hebben. Ja. En waarom wordt in die krant de indruk gewekt dat zijn oordeel over een aantal zaken bindend, beslissend zijn. Maar verder heeft deze man helemaal geen verantwoordelijkheid. En heeft naar onze indruk weinig blijk getoond van dat hij NAC echt goed begrijpt. Maar toch gaan wij alles aan af laten hangen van zijn oordeel over... Hij wordt over heel veel dingen om advies gevraagd. Ja, ja, dat is op zich niet erg. Dat als je daar de goede dingen uithaalt. Als je het maar de juiste waarde weet te schatten. Ja, en de rest van tafel veegt. Maar bij NAC is Breda neemt gewoon klakloos alles over. Inderdaad. Ja, maar dan heeft in feite een directeur niks te zeggen. Dan is het dus... Toon is de directeur daarin. Toon is eigenlijk de onderdeel. Hoe noem je dat? Nou ja, Toon is aan het adviseren op een paar lagen hoger in de bomen dan de directie. Ja, die bepalen over de directie. Die bepalen over wie de directeur überhaupt wordt. En, en of dat er in de Raad van Commissarissen een zetel zit met een supportersvertegenwoordiging. Maar bij Toon Gerbrands leeft volgens mij nog steeds de beeldvorming. Ik weet niet wie hem dat heeft bijgemaakt, want hij heeft zich nog steeds niet verdiept in de historie van NAC. En zijn kennis van de historie van NAC gaat niet verder terug dan 2017, volgens mij. Hij weet niet hoe de vorige supportsvertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen hebben gefunctioneerd. Volgens mij kent hij ze niet eens bij naam noemen. Want hij volgens mij... Er is een stroming binnen NAC. En er zijn ook heel veel supporters die dat nog steeds papegaaien. Alsof het zo is. Alsof een supporter een supportsvertegenwoordiger in de Raad van Commissarissen daar zit om lekker te gaan meebeslissen over met de wind van wat dan net de sentiment van de dag is. Om dan mee te gaan beslissen. Oh, die trainer moet eruit. Doe maar dat en dat en zo. En de frikandellen zijn te grijs. En nou moet de directeur oprotten. En als het ze niet zint, dan spuiten ze terminale ziektes op de bestuur. Op de muur van de bestuurskamer. En dat soort primaire gedachtes over hoe supporters primair zouden kunnen gaan reageren. En dat dus de supportsverdediging is. Maar het is het tegenovergestelde. Waar je kunt verwijten in het verleden wat er op leiding, in de clubleiding op basis van pure emotie is besloten. En waardoor vele malen in het schip zijn gegaan. Die zijn zelfs door aandeelhouders genomen. Ja. En niet door de supportersvertegenwoordiging. Nee. Die juist NAC met een aantal zware dossiers juist in ieder geval het schip varende hebben weten te houden. En NAC vele kostenbesparingen hebben opgeleverd. En daar zou Toon Gerbrands zich eens in mogen
mogen verdiepen. En het is een taak aan de clubraad, onder andere, en aan ons, wat we nou doen. En niet alleen nu, maar ook vorige week en de week daarvoor en het afgelopen jaar. En afgelopen anderhalf jaar sinds Toon Gerbrands zijn naam in de krant staat in verband met NAC. Dan moeten wij dat steeds herhalen. En clubraad mag dat, heeft de schone taak om dat bij hem in ieder geval aan tafel duidelijk te maken. Dat die beeldvorming niet klopt. En dat het van groot belang is dat... dat er weer een supporterszetel, zoals dat dan heet, in de Raad van Commissarissen komt. Mag ik even de advocaat van de duivel spelen? Nou. Heel veel supporters vragen zich af. Wat heeft die supporterszetel dan ons opgeleverd? Ja, ons opgeleverd. Dat we in ieder geval een... We vergelijken het dan met de situatie voor dat we een supporterszetel hadden. Toen zijn we vaak... om de tuin geleid door de toenmalige clubleiding, maar ook door het bestuur. Die hebben zich ook laten piepelen door directeuren die veel te solistisch hebben kunnen handelen. En niet kloppende cijfers op tafel hebben gelegd. En een spreadsheetje van één paginaatje daar de hele financiële huishouding probeerde uit te leggen. En waardoor ook het toenmalige bestuur zich om de tuin hebben laten leiden. De spots werden eigenlijk gewoon voor de gek gehouden. Werden voor de gek gehouden. En we werden verrast. Want ons werd ook voorgehouden dat het allemaal goed ging. En wij willen... hebben we dan iets te zeggen? Nee, het gaat ook vooral om de informatiepositie. Ja. Dat wij ook aan de bel kunnen trekken. Dat we ons niet meer kunnen laten verrassen. Door de situaties die zich voordoen. En nu kan je ook nog steeds afvragen. Okay, we zitten nu in een transitiesituatie met de club. Dat bijvoorbeeld, we hebben blijkbaar een commissaris plus. Ja, vind ik niet helemaal 100% zuiver. Kan werken in bepaalde situaties. Hè. Als je bijvoorbeeld een gedelegeerde commissaris hebt of zo. Dat doe je dan bijvoorbeeld in situaties als een bedrijf in een overname zit. Of een grote financiële crisis. Of in een opstartfase van een organisatie. Maar ik ben benieuwd en ik vraag me af of dat iemand die vraag kan antwoorden. En niet één keer in de drie jaar op een forumavond dat we braaf we moeten gaan zitten. En dan wordt die vraag een keer beantwoord. Hoe lang duurt die situatie? Hoe lang? Wanneer houdt die commissaris plus situatie op? En hoe lang? Want blijkbaar betalen we 70.000 euro per jaar. Puur alleen voor het netwerk van de PF. Dat betaalt Max Breda volgens mij. Ja, alleen voor het netwerk wordt gezegd. Voor het netwerk. Wat is dan die plus in jouw commissarisschap, Pierre? Nou ja, mijn netwerk. Oh, 70.000 euro. Ja, maar dat blijft vaag, hè? Dat heeft hij. Ja, maar dat blijft absoluut. Netwerk is dus, een vaag iets. Ja, overigens nog een vraag van is veel meer dan dat. Advocaat van de duivel, nummer 2. Jij zegt net, we willen als er iets mis is aan de bel kunnen trekken. Maar moet je daarvoor per se in de raad van commissarissen zitten? Nou, niet in de klankbordgroep. Want kun je niet aan de bel trekken. Want dan is er alleen maar een directeur die aan jou iets vertelt. En je hebt geen bindende... Ja, je kan er maar ja knikken en erop... Je kunt roepen, maar dat is het. Die klankbordgroep, dat werkt als controle... Nee. Als controle-instrument werkt gewoon helemaal niet. Je hebt als commissaris op dat level heb je veel meer toegang... In veel meer cijfers, in veel meer specificaties van de jaarcijfers... en de dagelijkse gang van zaken. En niet een één keer per jaar achter in de rij staan... om de jaarlijkse rapportage te krijgen die je eigenlijk feitelijk allemaal uit de krant moet halen eerst. En verder kan je kun je er helemaal niks mee. Nee. Kunnen alleen maar dus in de passagiersstoel zitten. Dus dat idee van Toon, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nee, Toon mag zich iets meer in de geschiedenis laten voorlichten dan verder dan 2017, 16 of in het tijdperk dat de Wim van Aalsten van deze wereld aan het roeren kwam. Dus Toon is aan het raaskallen. Die weten namelijk niet hoe de noodzaak is ontstaan om een raad van commissarissen zetel te hebben voor supporters. Even concreet voor die zetel. Dat is dus nog een hele discussie. Het is nog helemaal niet zeker dat het is terugkomt. Nog niet helemaal zeker. Omdat Toon Gerbrands dus waarschijnlijk dat dus niet wil. Toon Gerbrands vindt daar iets van. Ja. En er zijn mensen in die clubleiding die daar ook vinden dat daar een heel zwaar oordeel aan moet worden gehangen. Oké. Okay. Die daar aan het oordeel van Toon Gerbrands heel veel waarde hechten. Zoals ik vandaag op de Rad las, Harry BD had een geweldige uitspraak. We zijn in de ban van een Friese havist. Ja,
Daar komt daar op dicht. Inderdaad. Dat vind ik wel mooi verzonnen. Ik vind het wel mooi verzonnen. En dan was al uit de huis Alp. Ja. Hij was er bijna weg. Nou ja, hij was bijna weg. Ik dacht dat hij al weg was, maar dat is helemaal niet. Nee, hij is nog volop zeker met... Heb je het over Harry BD of over Toon? Nee, over Ome Toon. Ja, en ook zeker met het vertrek van de directeur. Nu wordt daar ook weer, is hij er wat ook in betrokken. Kan hij zijn fouten rechttrekken? Ja. Maar hij kan ook zijn andere fouten rechttrekken door de clubraad een beetje te chanteren destijds met die raad van commissarissen zetel voor supporters. Van voorhouden van, nou ja, als jullie vasthouden aan die raad van commissarissen zetel, supportersvertegenwoordiging, dan ga ik de financiers ga ik adviseren om het plan helemaal terug te draaien. Dus zat de clubraad daar met een mond vol tanden. Nou, ja, dus... die error kan Nakkes Breda en Toon Gerbrands kennen ze herstellen. Lijkt me een mooie voorjaarsproject. Lijkt me een heel verre deal. Maar je hebt net uitgelegd, maar ik begrijp nog steeds... Maar doe niet aan chantage, dan heb je lastig in ons. Ik begrijp nog steeds niet waarom Nakkes Breda zo achter Toon aan loopt. Ja, dat kan ik me niet begrijpen. Ze zijn met z'n vijven, dan mogen ze met z'n vijf iets van vinden, toch? Ja. Nee, ja, dat snap ik wel. Ja. Maar het is dus al een keer fout gegaan. En nu volgen ze hem gewoon weer, blindelings. Ja. Want ze nemen alle adviezen van hem over. Gaan ze nou ook weer dezelfde soort... het is natuurlijk allemaal op advies van Toch, hè? Want ze gaan dezelfde soort directeur halen. Ja. Oh, de Henk Valk opvolger. Ja. Ja. Maar nu Roepie komt. Ja, nu een andere vogel. Ik begin toch sterk te twijfelen aan zo'n... Kees Merel. Ja. Piet Specht. Ja. Nee, nou. Goed, ja, maar afwachten jongens. Dit is een vervolgverhaal. En is een feuilleton in 100 delen. Ja, het oordeel van Toon Gerbrands is niet zo heel... Ik wil bij deze Toon even uitnodigen in het NAC-museum. Zodat we hem gewoon een keer de historie gewoon een keer uitleggen van de club. Dan weet hij hoe NAC in elkaar zit. De historie, maar ook... waar dat vandaan komt. Hè? Want boven hebben we daar een prachtige uitleg over. Ja, klopt, ja. Nou... Nou, wees welkom. Ja, wees welkom, Toon. Je mag gratis binnen. Ook gratis, kan ook koffie ook. Ja. Ook nog. Hij krijgt mij ook een bak koffie. Ja, dat kan allemaal. We hebben alleen geen ijsvloer. Nee, dat hebben we dan niet. Nee, dat niet, hè? Mannen, we hadden het net over een keepersverhaal. Want hadden we net eventjes, als we Toon, dat ze willen een clubloze keeper aantrekken, is een discussie, hè? Vooral hopen dat een Tijn Troost niks overkomt. Lekker optimistisch, zeg maar. Maar je weet het maar nooit. Nee, want nu is dan tweede keeper van de Merbel, hè? Ja. Die is dan achter de Tijn Troost, hè? Die willen we eigenlijk toen nog niet voor de leeuw gooien. Nee. Maar ze zijn dus... Ja, dat is een discussie, hè, of we dat moeten doen. Maar is dat dan nu een actueel punt? Nu, op dit moment? Oei. Of zou dat voor jullie... Nou ja, het wordt heel penibel, hè. Ja, het wordt heel penibel. Met dat Tijn Troost mogelijk zou uitvallen. En het blijkt wel dat het zo gebeurd is. En ik mag hopen dat Tijn op zondag niet ergens in een zompig... in het moeras zakt. In het moeras van zondag stapt. En dan zijn we... Tijn is allemaal daar. Zijn Tijn ook kwijt. En dan hebben we alleen nog maar Pepijn en Aaron van Laren. Oh ja, die hebben we ook wel, ja. Ik had trouwens ook heel goed darten, hoor. Die heb ik eens een keer zien darten. Ja, die kan heel goed darten, maar dan hebben we dan niet in de golf willen. Aan een Leon. Dat valt trouwens wel mee, hoor. Ik heb hem 3 pijltjes in een bocht zien gooien. Ik gooi ze altijd in de vloer. Dus, ja. Maar volgens mij zijn er al wat namen voorbij gekomen van allerlei keepers. Ja, roept u maar. Ja, ik moet even kijken wie hier ook alweer staan. Ik heb wel iets gehoord. Oh, wie? Ruiter of zo heb ik gehoord. Wie? Jou van Utrecht. Robin Ruiter had ik al ergens voorbij gekomen. Maar waar die nou zit, weet ik ook niet. Maar dat is een ervaren gast. En die schijnt dan... die is blijkbaar beschikbaar. Dus, dat hoorde ik dan. Nou, dat vind ik een beetje... Maar dat is het enige naam die ik eventjes nu zo opdiep. Ja, maar stel dat Troost nou geblesseerd raakt. Hè? Ja. Worden we dan beter met Ruiter? Ja, ik ken de naam. En verder weet ik het ook niet zo goed. Ha? Die zit per 1 januari zonder club. Nee, we hebben het over een clubloze trainer. Die zit inderdaad zonder club. En dat die was vroeger van Utrecht volgens mij. Ja. Maar dat was volgens mij geen vaste keeper. Volgens mij ook een tweede man daar. Dus ja, ik weet niet zo heel veel van hem. Maar hij is wel ervaren. Ja, hoe oud is die? Volgens mij is hij wel 30 geweest. Maar daar gaan we ook weer op zoeken, geloof ik. Ja, ik weet niet. 32 al. 36. 36, dat is wel heel... kunnen we dan de Rauwelaar niet bellen? Ton Lokhoff zou zeggen, goed speler. Goed speler. Een keeper kan het wel, maar ja. Ja, we hebben Babels inderdaad. Oh, Babels, die is 58. Die zag ik van de week weer een paar ballen voorgeven. En ik dacht van, nou, daar kunnen we wel een aantal spelers van verleggen. Babels, jongens. Die wat anders. Nee, dat moeten we maar niet meer doen. Nou, hij wordt vervolgd, weten we niet. Maar ze zijn wel een beetje over aan het nadenken dus. Ja, want de situatie is vrij penibel. Hè? Als Troost nou geblesseerd raakt, dan val je terug op Van der Merbel. Ja. Ja. Hey jongens, we hebben nog 6 minuten. Ja. Dus gaan we maar eens naar de jeugd. Oh ja. Want we hebben weer een paar mooie paardjes. Ja.
Ik wil even iets zeggen over Kemper, want die is volgens mij aan het herstellen. En die komt er ook weer aan, hè, Kemper. Goed zo. Kunnen we er lekker bij. Ja, ik verwacht dat hij volgende week wel weer iets bij een groep kan aansluiten. Dus het nou in concurrentie die, daar achterin. Ja, maar die hebben eenzame, niet alleen concurrentie, maar qua spirit en qua... Ja, zeg je dat voor in de kleedkamer en zo? Belangrijk voor in de kleedkamer. Ja. Weer wat mannengedrag wordt. Dat is gewoon een goede gast. Ja, maar dan kunnen we ook dingen wel bellen, weet je. Mario Bilate. En dan kunnen we voor in de kleedkamer, hè? Ja. Alleen voor de kleedkamer. En dingen voor, heet onze lange keeper ook alweer. Noppert. Ja, Noppert voor de sfeer. Hé, Noppert, kunnen we die niet halen? Ja, die kunnen we halen. Die zit ook thuis, bijna. Ja, die zit ook thuis. Maar die is bij Heerenveen eruit geknikken. Is hij helemaal weg daar al? Nee, daar niet, maar wel uit de derde keeper of zo. Dan doen we Noppert bellen. Noppert, we weten het. Bel Noppert. Bel Noppert, goed. Ja, ook goed voor de sfeer. Goed, die jeugd, Marcel. Die jeugd. NAC praat, Grabbelton nieuws. Ja, de onder 21 van NAC, die wint gewoon met 2-0 bij Heerenveen. Nee. En bij Heerenveen. Noppert kiept het niet. Nee. Nee, de onder 18 wint met 3-0 van Volendam. Ja. Dat doen we gewoon even, hè. Dan de onder 16 verliest dan weer helaas met 1-2 van Feyenoord. Ja, dat is dan wel heel erg jammer. Dan de onder 15, die wint gewoon met 4-0 van Fortuna. Mm-hmm. Dat is goed gedaan. Dan de onder 14, die verliest ook, maar dan bij Feyenoord met 3-1. De onder 13, die doet het heel knap, vind ik. Want die winnen gewoon even met 3-0 bij PSV. Dat doet het goed, hè? Maar dan, die komt dadelijk pas. De onder 12, die wint bij Fortuna met 5-16. Ja, hoeveel? Dus 5-16. Je hoort het goed. Twee tellen allemaal nodig, mensen. Maar dan, de mooiste uitslag van allemaal. Feyenoord onder 11-2, NAC onder 11-1. 5-14. Ja. Kijk, in Rotterdam winnen met 5-14, dan doe je het goed. Best wel goed. Daar ben je gewoon goed bezig, hè? Die mannen, die jongens verdienen allemaal een medaille. Ja, ik krijg allemaal een medaille. Ja, inderdaad. Ja, allemaal rondje over het veld. Dat vind ik wel. Ja. En de onder 11-2 verliest van Unitas 30 met 2-7. Maar dat is wel de 0-11-1 van Unitas. En dit was maar de 0-11-2 van NAC. Ja, dan gaan we naar het programma. De onder 11-2 speelt tegen VV Rijshoort. Ja. En dat is op het sportpark Het Kraaiennest. Ja. In Ridderkerk. Hans Kraai is er ook. Ja. Zoiets. Ja, die is van huis, hè? De onder 11-1 speelt in de Geuzelt. Nou, dan weet iedereen dat hij tegen MVV moet. Wat een weer, zegt het Geuzelt hier. Ja, de onder 12 speelt ook tegen VVV, maar dan op Heksenwiel. En wij in het Radverlegstadion en zij op Heksenwiel. Ja. De onder 13 speelt ook bij Heksenwiel, maar dan tegen Sparta. Dus dan doe je het ook goed. Half 1. Dan de onder 14... Ook op Heksenwiel, dus dat terug, jongen. Heksenwiel is echt niet te veel. Hoeveel hebben ze daar? Ja. Een nieuwe bij de Texas. Kunnen ze de bussen toch niet kwijt daar? Nee, die spelen tegen AZ. Oh. Dan de volgende is mooi, Marcel. Ja, de onder 15 speelt in het GS Staalwerkenstadion. Wat zouden ze dat doen? Niemand weet wat het is, maar als ik zeg De Braak, dan weet iedereen wel waar het is. GS Staalwerken gaat dat nieuwe stadion bouwen, denk ik, of zo. Oh, dat denk ik ook. Maar dan weet je in ieder geval, als ik zeg De Braak, dan is het helemaal. De Braak is helemaal, maar het is wel eens weer zonde, want dat legendarische De Braak met de tuinstoeltjes op het dak van achter de goal. Daar was er wel. FC Conifer, nou. FC Conifer. De onder 16 speelt op Sportpark Tuurlede in Schiedam. En dan moet ze tegen Sparta. Dan de onder 18, die speelt ook een reuze origineel naam voor een sportpark. Sportpark Goed Genoeg. Ja, als je dat kunt verzinnen, dan ben je echt goed, hoor. Dan ben je echt pinter en scherp. En dan speel je tegen AFC. Ja, dus op een gegeven moment zijn ze gewoon gestopt en dan denk ik van hoe noemen we dat sportpark eigenlijk? Ja, ik vind dit ook wel goed genoeg. Ja. Oh, een complex mensen. Nou, en de onder 21 speelt tegen Roda. Roda. Op kwart voor drie, op Heksenwiel. Oké. Okay. Koepels komen met mijn bussen. Dat is gewoon weer een vol programma. Die komen gewoon onder de grond. Ja, als mollen. Ja. Wie is de mol? De koepel. Lampen op het hoofd. Zo. Ja, zijn we bijna er doorheen? Hey, het gaat trouwens wel lekker hoor, met die kaartverkoop van Rode JC uit. Ja, want ik geloof dat er al best vol, 600 verkocht zijn of zo. Ja, volgens mij zijn ze al een busje 10 bezig of zo. Oh, okay. Hey, busje 10, maar dan kunnen 950 man mee. Het is wel allemaal combi, hè? Allemaal buscombi. Er zitten al 600 supporters die meegaan. Dus, en het is de week, hè, ruim. Dus dit wordt onafgesproken, wordt dit gewoon de wedstrijd waar we allemaal bij moeten zijn. Want dit is de 36e wedstrijd van NAC. Oh, echt waar? Dan? Dat bedoel ik. Dan is de 36e in het betaalde voetbal of in de officiële wedstrijd. Zo.
tellen niet mee, de competitie, bekerwedstrijden en play-offs en zo, dat telt allemaal niet mee. Maar de competitiewedstrijden 3600. Zo, kijk. Een mijlpaal, hè. En we spelen weer eens een keer op een zaterdagavond. Ja, dus die gaan we verliezen. Ja, dat is weer wat te vieren. Hij was alweer optimistisch. Iedereen, hè. Maar we begonnen kaartje koppen, hoor. Ja, inderdaad. Dat wordt hartstikke leuk. Maar Vak G Café weer een van. Nou, inderdaad, want Vak G Café, want natuurlijk komt er heel veel volk op af op die uitwedstrijd. Even kijken naar de klok. Nou, we kunnen wel even hier iets vinden. Pre-party in het Vak G Café, voorafgaand aan het vertrek naar Kerkrade op zaterdag. Zullen we de bus inrollen? Kijk op de site van Stichting Vak G ook. Zo is het. Zie de flyer hoe laat het allemaal begint en wat daar allemaal op het podium staat. Gezelligheid. 23 maart is dat, hè? Zaterdag, hè, mensen? Ja. Dat we daar onthouden. Op zaterdag. Goed zo. We zijn bijna toe aan het laatste item van dit mooie programma en dat is de Nostradamus. We hebben een score binnen van Jury die lekker op bed ligt nu. Ja, 7-0. Oh. Daar is hij weer. Jury scoren. Die staat hier hoog met die scores. Ja. Maar hoe die dat doet, weet ik niet. Maar 7-0. We hebben nog meer binnen. Sander 2-2. Oh ja, Sander hebben we ook binnen. Nou, hij gaat dus een keer niet voor een 1-2. Nou. Die doet dat. Morgen VVV hebben we het over. Oh, Patrick 3-2, zegt Patrick. En, wat zeg jij, Leon? Oh, we zijn nog 13 kaartjes voor bus 9 voor Roda. Oh. Ja, en oké. Okay. Ik zeg 0-1. Nee, 1-0. 1-0. 1-0, oké. Okay. Oh, dan zeg ik 2-1. Ja? Ja. Okay. Ja, die moet toch iemand doen, nou? Ja. Die kan je niet laten liggen. Nee, ik doe gewoon lekker 3-0. Oh. Twee keer omassom. Zo, hoppa. Hupsakeetjes. Wow. Ik heb er zin in morgenavond. Ja. Maar er zijn vanmiddag nog 50 kaarten voor morgenavond. Oh, ja, inderdaad. Even los van de no-show van de seizoenkaart natuurlijk. Maar het is wel opvallend, hè? Want Jong FC Utrecht wordt eerder uitverkocht dan VVV. Dat is ook wel weer apart. Gekke club, hè? Gekke club. Mensen, volgende week zijn wij hier weer om 8 uur met een nieuwe verse nakpraat. Tot dan. Nee. Mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad.